media en dan word ik ochtends wakker en dan denk ik oh ik ga er helemaal ik ga ik heb het helemaal verkeerd aangepakt ik heb nu of bijvoorbeeld die bank oh, had ik nooit moeten doen ik had die bank nooit Jezus. moeten kopen ik kan niet meer terug wij lijken oh, zo wat erg. Erg elkaar Goed cadeau. Wat is nou een goed? Ik heb heel veel tips. Ik heb dit helemaal vol. Ja, ik, ik ook. Ik, ik werd helemaal manisch. Ik ook werd ook manisch. Zoek. Dus ik, ik, we oh, gaan mekaar we een helemaal hele lange aflevering, aflevering. Ja. Uh, ja, jongens, want we hebben namelijk Aven en ik hebben allebei een probleem verzonnen. Ja. Maar we hebben zoveel tips oh. naar elkaar toe dat het gewoon. Het wordt een tip. Ja, ik denk nou, dat de, ik, ik word er gewoon overspannen het van. Ik word echt naar. Want ik heb misschien nog wel meer. Nee, jij hebt, jij, ik, ik zie dat jij nog veel meer tips ja, hebt. Deze hele bladzijde staat vol met tips. En anti-tips heb ik ook heel veel. En anti-tips. Anti en, en angsten rondom cadeaus. Ik heb meer ergernissen rondom ja, cadeaus. Ja, ook. Ja, zeker. Uh, ik wil je allereerst even zeggen, Aaf. Uh, ik heb corona. Ja. Dat dacht <laughs> ik al. Ik hoor ook niet zo heel veel. En ik had gisteren de heel veel sambal in de, ik weet niet meer waarin. Iets Mexicaans, wat ook heel vies was, maar ik proef ook niks. Nee. Nee. Maar het is leuk voor uh, bepaalde mensen die hier deze podcast moeten opnemen. Deze en bepaalde die bepaalde zijn allemaal die in de bloei, de van, hun en in de bloei van hun leven. Ik ben in de bloei van hun leven, die ik dus ik nu ben. Voor een, voor een hele leven breekbare doelgroep. Voor. Dus, um, maar goed, ik, um, ik ben er en ik vind het. Uh, niemand zegt het tegen mij, maar ik vind het heel knap van mezelf dat ik hier ben. Ik vind het ook ik vind heel het fantastisch. Knap. Je bent een Lies. <laughs> En voor de mensen die nu het RIVM gaan bellen, ja? dat heb ik al gedaan. En dit mag gewoon. Ja. Je mag gewoon naar je werk als je corona hebt. Hij wist al lang dat corona had. Maar maar zie bijvoorbeeld hier zit, die wist het. Die wist het al heel niet. te ja. kijken. En iemand gaf me dus net een knuffel vanmorgen. Ja, had hij niet moeten doen. Namelijk de baas van dit bedrijf. Dat was mooi. Daar heb ik een mooi wit voetje bij gehaald door niet te zeggen dat corona <laughs> had. Ik durft het niet. Het gaat ziep straks tegen Ik weet niet waarom ik nou Brabants ga praten. Dat is altijd als ik me ongemakkelijk voel. Um, oh ja, ja. En, en we moeten dus even zeggen, Siep zit hier. Ja, dat is natuurlijk ja. voor mensen heel verwarrend. Meestal is, is Floor hier, maar die is op vakantie. Yes, sir. En nu, uh, ja, ik, Siep en I go way back. Echt way back. Oh, ja, Siep vindt mij nu al een heel irritante wijf, omdat ik corona heb. Dat begrijp ik ook wel. Ja, je ja, hebt ik, een hele mooie eerste input. Ik heb het gekregen van... Uh... Van Mark van mijn vriend, het is allemaal de schuld van Mark. Daar is het echt begonnen, hè? Ja, dat is een beetje. <laughs> <Daar> is... <laughs> die heeft, denk ik, een vliermuis. Waar ben opgegeten? je mee bezig? <laughs> nee, maar ik vond het heel geruststellend. Mijn hart zat te afzetten altijd van die dingen: van overal zijn virussen, overal zijn schimmels, overal ja. is poep. Ja, het is waar, het is gewoon zo. Zij je huis dat overal is poep? Dat heeft hij wel eens ik gezegd toen ik me weer heel, heel erg zorgen zat te maken over schimmels of poep of, 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 of bacillen of mij, ja. weet ik veel wat. Er waren trouwens over poep gesproken veel mensen die zich zorgen maakten over het feit dat Tineke dus bij mij op tafel zat, terwijl ja. ze misschien al die spoelworm-infectie had. Ja, ja jongens, daar of... heb ik natuurlijk ook aan <laughs> gedacht. Vond ik ook een gereden zorg. Ik heb natuurlijk van die dunlopdoekjes, of hoe noem je dat? Dun heel doek? Nee, ik weet niet, hoe heet die? die doekjes, doekjes dun Ja, precies. Duizend dingen doekje. Waar je alles mee doet. Dat doekjes <laughs> bedoel ik. Waar ik alles mee doe. Ook mijn haar. En ik poets mijn tanden ermee. <laughs> uh, maar daar heb ik natuurlijk, ja, ik, ja, ik heb keer wel even gepakt vanmorgen. Even afvallen. Waarom vastgepakt. heb je dat gedaan? Ja, gewoon omdat het kon. Omdat dus ze geen spoelwormen meer heeft. Ik denk niet meer dat ze spoelwormen heeft. Want ik heb nu wel uh, een week lang. Dit is wel even een mooi verhaal. Ja, Aaf, uh, ik ja. heb dus krekels en, en wormen en zo in een soort gedroogde bak. Ja. Als je die bak openmaakt, dan, uh, dan zul je ze wat beleven. Qua geur, qua smellorama. <laughs> dus die, en dan doe ik dat in een, schoot, in een, in een, in een heel leuk uh, keramieke bakje. <laughs> Want daar houdt hij Daar Houdt hij <laughs> van. En dan gooi ik daar dus dat antispoelwormenmiddel door. Ja? En dat is een soort bleek roze. En dan sta ik dus ochtends om zeven uur sta ik dan oh. met een vork. Dus door die gedroogde insecten dat spoelwormenmiddel te pakken. godverdomme. Nou, dan ben je een hele grote jongen hoor. Ja, als dan je dan dat ben je... kan. gelukkig heb je geen, uh, geen geur meer. Dat scheelt. Het is echt. Ik bedoel, spoorwormen zijn al vies, maar dit is ook vies, Ja, hoor. gedroogde krekels. En, Precies. en wat is dat andere dier wat uh, uh, Ja, een soort rups. Ik weet niet wat het oh. zijn. Sprinkhanen en een soort meelwormen, denk ik. Dat schijnt heel goed te zijn voor kippen. Ik, ik bedoel, ik ben ook niet kinderachtig. Ik geef het zo. Ja. Maar dan ren ik naar buiten met dat spul in mijn uh, pyjama. En dan uh, komen ze heel blij naar me toe. En dan... Zie je ze zo kijken als het roze spul er doorheen zit? Oh ja, dat ja, hebben ik, ze gewoon door. Je, je wist niet dat een kip teleurgesteld kan kijken. Nee, maar het of is wel ik, dat zo. ze zo intelligent zijn. Kippen kunnen dus heel goed proeven. Die vinden het niet te hachelen. Dus ze ja, zien gewoon van: oh, dat was dat lekkere hapje. Oh, ja. ja, erg Het moet een beetje denken aan mijn vader, die dan de fluortabletjes vroeger in de boterhamborst verstopte. Ja, dat soort dingen deed ik ook altijd. En dan pulkte die eruit met een tandenstoker. Want het was niet tevreden natuurlijk. Nee, dat natuurlijk. is gewoon vies. Boterhamborst en dan die fluortabletten. Ik deed het altijd met zo'n pilletje voor de uh, kat. Dat deed ik dan in zo'n heel lekker whiskasprakje. Ja, weet je wel. en haalden ze het dan? Nou, op de manier aten ze daar helemaal precies omheen. Wat en lag is dat, alleen toch, dat jongens? Alleen maar dat hele schone pilletje. Lag. Ja, dieren zijn gewoon slim. Ja. En wij zijn gewoon dom dat we denken dat ze erin trappen. Ik, dat is het. ik kon het ook geven met een pipet, maar dan moest ik dus tien keer uit het hok halen. Uh, ja, ja, klem zetten, de snavel open doen. En dan drie keer met een pipetje in een flesje. Ja. Dan één cc en dan in, maar Ik heb dat een keer geprobeerd bij Kip Trace. Dat wordt een drama. Ja, joh. Ging die jou Want niet het, pikken? Nee, nou dat maakt niet uit, want ze kunnen eigenlijk niks. Maar, maar het, het, het stroomt helemaal langs die snavel en dan gaan ze kokhalzen en kotsen. En dan moeten ze heel lang weer in de MDR. Ja, ik, ja heel, kippen hebben ook een tongetje. ziet er heel zielig uit. Dan doe je die snavel open en dan zie je dat tongetje en dan. Is dat ja. een heel hard klein tongetje, of niet? Zo ja, eerder als, voor. Een, als een stampertje van een, van een bloem. Hé hey Marlies, we moeten nog even de reacties. Oh ja. Jij moet even vertellen over die ene Franse serie die jij noemde, want mensen dachten dat die boursin heette. Ja, dat vind ik wel heel <laughs> mooi. <laughs> het is van, geef mij die boursin. <laughs> geef mij die boursin, die, die, die boursin. Wil je met of zonder klooflook? Nee, die. Heel lang je die eigen Bourgain. grap uitleggen ook. Die boursin, zo heet hij wel. Het maar... is uh, die Bourgain. Die Bourgain. 10%. En dat is namelijk wat agenten uh, in uh, Frankrijk uh, verdienen. 10% Beinig. van je omzet. In Nederland is het 15%. Ik zou zeggen, agenten van Nederland krap je zelf eens achter de oren. <laughs> Waarom is dat? Waarom nee. verdient Isabelle Huper 90% van haar inkomsten? Ja. Ja. Dat, is, dat is een. Daar hebben ze natuurlijk heel een hele theorie over. Uh, maar in, uh, in Frankrijk krijgen de agenten van de acteurs dus 10%. Ik Diep denk procent. omdat er ook over het algemeen iets meer wordt verdiend. Omdat Frankrijk gewoon een enorme grote filmindustrie heeft. Die hebben heeft. een fantastische filmindustrie. Ja, die ja. hebben namelijk, bioscopen hebben in Frankrijk de verplichting om een percentage Franse films, eigen maaksels te laten zien. Ja. Plus Fr Frankrijk heeft gewoon een heel rijke filmhistorie. Ja. Dus uh, die. En ze houden erg er van hun, hun eigen taal. Eigen taalgebied is ook veel groter. Zeker geen Engels, dat scheelt ook weer. Ja. ja. Over filmen gesproken. Ik ga ook weer een beetje aan het werk, jongens. Ja, Lies. ja. ja. Hey, ik las het gisteren gewoon op nu.nl. Ik heb echt wel heel lang tijdens het maken van deze podcast, in tegenstelling tot Avond Corsius, verder niet heel veel uitgevoerd. Nou ah, ja, je had een keer met spoelwormen, laten we wel zeggen. Uh, Dat lijkt me op zich al een fulltime betrekking. Nee, nee moet ik, heb, zelf gaan ik, 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 ik heb ik een heb tijdje toch best een beetje on the edge geleefd met best wel wat werk. En die kinderen natuurlijk thuis. En ik heb eventjes de afgelopen paar maanden. heb ik het even rustig aangedaan. Dat je ook heel. mogen erg jullie best weten. Ja, nou dat vind ik wel. Je hebt echt snoeihard. <laughs> maar gemaakt. ik ga weer aan de slag. En uh, waaronder dus. Uh, goose vrouw. Ik mag het nu gewoon zeggen, jongens. Hey. Want ik heb gehoord dat het is uitgelekt of uitge. Ik zag het gewoon op allemaal nieuws.ite staan. Ja, hey, is al al wel, iemand zal zijn mond wel hebben voorbij gepraat en dat ze dachten. nou dan moeten we het nu bekend ja, gaan maken. Dat is altijd een mooi moment. Dat is een mooi moment. Ja. Want. Um, waarom ook niet? Ik heb er best wel zin in, natuurlijk. Dat Wanneer komt dan. dit alles op tv? Of op oh, op god dat, of het is. Het dat weet ik, veel ik hoe je niet. Dat ik denk noemt. dat het op Videoland komt en dan daarna op tv, maar dat. dat... Dat, dat weet, weet jij niet. allemaal Ik niet. denk het eerlijk gezegd wel, voordat ik nu weer heel je bedoelt, je, krijg, je denkt maar... dat het wel uitgezonden gaat worden. <laughs> ik denk <dat> de... <lacht> <lacht> het <is> geen kunstproject voor <laughs> dark web. <laughs> ik hoop dat ik weer heel <laughs> kunstproject voor een dark web. <laughs> ik hoop dat ik heel veel honden weer krijg. Dat ja, zou ik heel leuk vinden. Oh, dat zou ik ook wel heel leuk vinden. Ja. En moet je nog van haarkleur veranderen? Nou, Aaf, ik zal jou eens vertellen of ik mijn haar opnieuw uh, ga laten verven. Ik denk het wel. Ja. Hè? Alleen daar wordt natuurlijk alle hele kijk. Ik deal dan echt met de haarkoning van Nederland. En wie is Pieter Roodhorst, ik weet niet of hij dat. Nou, pech. Pieter, jammer als je nou, dat Nou ja, hoort, haarkoning. Heb vind heb ik je... alleen maar een compliment. Het is de haarkoning van Nederland. En die um, heeft allerlei trucs. Dus je kunt dus bijvoorbeeld dus alleen je het voorste stukje verven met een tijdelijke verf. En dan hang je er, zoals dat dan heet in showbusland... Je hangt de rest van het haar erin. Oh ja. Of je verft gewoon de hele rotzooi en je doet gewoon een soort halo van haar er weer onder. Dat, dat, dat weet waarom ik doe je niet die goed. halo van haar er dan nog onder? Nou kijk, als je dus een halo van haar hebt, dan heb je een soort haarband. Ja. Die, en daar hang je dan je eigen tophaar weer overheen. Ja. En dan heb je dus heel maar dik heb je haar. meer haar? Ja, dus ja. alle vrouwen in het showbusland die je ziet, hebben allemaal haar ingehangen. Ja. Uh, dat, ja. dat, dat, sinds ik dat weet, zie ja. ik ook wel hoe krankzinnig veel ik haar is. Ik zie haar ook filmen. heel vaak waar het haarstuk begint <laughs> ja. en waar het haarstuk eindigt en uh, hoe het allemaal zit. Nou, wat je ook vaak ziet, dan zie je ja. zeg maar, uh, heel, bij als je de nek en de schouder zie je, zie je een soort krankzinnig prachtig Als je haar, een, haar grote, boven, je een soort fleur, groot stuk. tapijt van haar hier ziet hangen, tot, tot bij de bergste zal ik maar zeggen, <laughs> dan is dat het haarstuk. <laughs> ja. Want niemand heeft vanaf zijn oren zes, zes kilo haar hangen. Nee. Nou, ik misschien wel. Ja, jij dan misschien wel. Maar goed, oh. ik laat het niet zo ver groeien. Dat klopt. Dan zie ik namelijk uit als een verwilderde heks. Dus dat wil je ook weer niet. Ik weet niet wat er met mij gebeurd is. Maar ik had ook een heel grote tapijs van haar. Totdat ik 40 werd. Ik denk dat jij nog steeds wel veel haar hebt. Nou. Je hebt wel een lekkere paardenstaart hoor. Nou, oh, als je hem bij elkaar Dat valt, valt tegen. Trouwens, uh, er zijn nog meer mensen uit Showbizland... die dan de, de YouTube-versie van deze podcast wel eens... Zien. Oh ja. En die vinden het bijvoorbeeld echt verschrikkelijk hoe ik eruit zie. Dat wat ik dus dan? niet verzorgd ben. Ja. Hè? Hebben nou mensen ja een uit vriendin van mij die ook je in, je in, in, in Visagieland woont, zal ik me zeggen, die zegt: Je kan op z'n minst toch wel een mascaraatje doen, Lies. Je ziet er niet uit. <laughs> ja, een vriendin van mij. Oh, ik ben zo blij dat ik niet showbusterig ben. <laughs> Alleen maar omgaan met mensen, met een vage, mooie, mooie sjaal. Nee, ze is heerlijk en ik hou van haar. Maar, uh, ja, dat is toch de. Maar ja, je, als je uit showbizland komt, dan kijk je ook toch heel anders ja. naar of mensen een beetje verzorgd. Ja, ik zie dit toch nog steeds als een audio-product. Ik weet dat het op YouTube staat. Nee, dat, dat en soms schrik zo. ik ook een heel klein beetje van mezelf bij de snippets. Omdat ik vaak met mijn hand ja. onder mijn kin... mijn hele gezicht naar boven aan het duwen ben. Maar dan denk ik ook. Ja, nou ja, dat is, ook, dat is het leven. You do you zo. Dat mijn is het leven. Weg. En ja. het leven is er bij mij overheen gegaan. En bij mij ook. <laughs> Bij mij is er echt een intercity van leven over me heen gereden. Je hebt gewoon een hartstikke. Je en, hebt gewoon uh... corona. Je zit hier. Weet je, je hebt zo'n mascara op. Nou ja, ik heb me dus wel opgemaakt ja. omdat mensen dit op YouTube zien. Ik had gisteren. Dus ja, uh, ja, goed, het met is blijkbaar is het, afgesproken, toen ik al een tijdje niet had gezien. Ja. En die zei toen ineens: je ziet er goed uit. Heb je iets laten doen? En dat vond ik toch een compliment. Steek maar in je zak. Ah, ja. Nou, die 250 euro die je daarmee hebt uitgespaard, dan kun je dan weer bijvoorbeeld lekker vanuit eten. Ja, want ik heb niks laten doen. Ik ben gewoon, gewoon zelf. Gewoon... Wat heerlijk aan. Ja, ik, 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 ja ik, je denkt, het, is het een compliment, is het een belediging? Zit het er tussen, maar ja. maakt me eigenlijk niet uit. Ik heb het allemaal opgevat. Oh, Ik beschouw het gewoon als een compliment. Een hele positieve recensie. Ja, ik, ik, ik hoor het niet vaak. Ik hoor het zelf niet Heb vaak. Heb doen. je iets laten doen? Dus is de eerste keer dat iemand ja, me dat vroeg. Nu komen we op de leeftijd dat mensen gewoon denken van... ze kan er niet uit zichzelf een heel klein beetje gezond uitzien. Omdat je dan iets hebt laten zeggen. Ik zeg heel vaak, nee, het is een hoge bloeddruk. Nou, ik had heel hard gefietst. Ik denk dat dat het gewoon eigenlijk was. Ja. Een rood hoofd, een hoge bloeddruk. Hey Marlies, uh, we gaan nu even ah, de weekcijfers doen. Precies. Hè? Oh, we gaan nog problemen oplossen, natuurlijk. We gaan naar de reclamemand, We gaan naar een guru. Lekker man. Het wordt een achtbaan. Oh. Ik, um, ik, ik, ik zat natuurlijk stiekem al een beetje in mijn week. Na ja. dat hele lange Leutenverhaal over het feit dat ik corona heb, wat ik echt heb. Um, ik wil mijn week toch wel een 7,5 geven. Los van die corona. Want uh, ik was. Um, Afgelopen week, toen ik nog geen corona had, moet ik er even bijzetten. Uh, uh, op de verjaardag van iemand. wiens partner uh, zes weken geleden is overleden. Wat natuurlijk heel verdrietig is. en die helemaal onthand was. En, en echt wel heel wanhopig van verdriet. En nu zes weken later, ik heb nog wel steeds contact gehad en zo. Zes weken later was diegene jarig. Eerste verjaardag in 30 jaar alleen. Ja. En ik kwam daar, er waren bloemen bezorgd. Die heb ik in een vaas gezet daar. Het huis zag er gezellig uit. Uh, diegene was heel erg blij dat het toch was doorgegaan. Ik had soep gemaakt en um, we hebben samen stokbroodjes gesneden mm. voor de verjaardag. Er kwamen ook niet heel veel mensen, maar um, ik verbaasde me er eigenlijk over hoe flexibel en hoe sterk mensen kunnen zijn. Ik vind dit ongelooflijk knap dat uh, je dan na ja, zes weken kunt. Als... Er, is, er is natuurlijk heel veel verdriet en het leven is veranderd, maar um, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon tegen iedereen zeggen die die nu iets heel naars is overkomen, misschien ben je wel He, is, is, is je wel iets heel naars overkomen? Of misschien ben je wel je baan kwijtgeraakt? Of uh, is, je, is je partner bij je weggegaan? Of, 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 of heb je iemand verloren of zo? Of zo heb je iemand verloren? Um, hoe kut het nu ook allemaal is en hoe verdrietig dingen nu soms zijn. Het kan best zo zijn dat over een paar weken, samen met dat verdriet, er ook weer een ander licht in je leven schijnt. En, en waardoor je toch op een of andere manier ook wel een beetje door de spleetjes ineens weer het zonlicht ziet binnenschijnen, dus ik wil eigenlijk zeggen, uh, hou vol. There's a crack in everything. Ja, ik vind het zo knap van diegene. Uh, was een ja. vrouw toch ja. Die dit, uh, ja. Dat ze dan de verjaardag alweer viert, dat ik vind ook. ik echt heel knap. Ik ook. Ja. En misschien denk je wel, oh, ik, dit gaat ook een beetje over mij. Want ja. ik, ik, het gaat met mij nu eigenlijk ook heel erg kut. Ja. Over een aantal weken kan, naast het grote verdriet, hè, want, want dat blijft natuurlijk, kan het, kan het leven er toch weer anders uitzien. Ja. Dat is echt zo, hè? Nee. want je denkt namelijk, als je er middenin zit in die put, dat kan dit niet. wordt nooit meer anders. Het ja. is niet zo. Nou, dat vind ik een hele Prima, mooie. Prima. 7,5. Nou ja. hartstikke goed. En jij, schrijver. en jij. Um, ja, ik zat even na te denken over deze week. En um, oké. Okay. Ik heb ontsteking, maar dat uh, wordt nu verholpen middels zure druppels, zoals yeah. dat heet. vind ik heel vies, maar goed. Wat, wat is dat dan? Ja, dat zijn Maak druppels. Maak je dat zelf? Dat is gewoon azijn. Nee. <laughs> ik fermenteer mijn eigen uh, kimchi en ik... Uh, en extra, ik heb gewoon wat dingen gingen. uit mijn ijskast gehaald, <laughs> want daar is alles eigenlijk best wel zuur. <laughs> um, nee, dat, is, uh, dat zijn zure druppels. Yeah? Het of hoe dat ook uh, corticosteroïden. Oh, Corticostero, ja. ja, die, die ja. spuit ik in mijn ja. oor en dan ga ik liggen. En dan... Nou goed, dus dat wordt verholpen. Dus daar ga ik mijn cijfer niet door laten beïnvloeden. Heb je er pijn van? Ja, een beetje, maar het, het is te doen. Maar daarom zit ik dus af en toe met mijn hand zo tegen mijn hoofd. Dat helpt dan een beetje. Zeg. Zielig ik vind, het vind ik het. Maar goed, los daarvan. Ik had echt een geluksmoment gisteren. Dat... Ho hoezo, vertel. Nou ja, ik had laatst bij mijn opleiding... moesten we een soort meditatieoefening doen. En dan moest je naar een plek waar je je heel fijn voelt. En ik zo heel lang nadenken, ja, wat zou ik dan eens kiezen? Ja, dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Je moet dan spontaan in een soort mindfulness naar die plek. Maar ik ga ja. dan alle plekken af die ik ken. En... Maar toen stond ik gisteren langs de lijn, s'avonds... bij een uh, voetbalwedstrijd van mijn stiefzoon, die 22. Die ging tegen een team van Ajax. Dus dat was best wel cool natuurlijk. Niet Ajax, hè, niet... niet Ajax, wat ook in allerlei hele grote stadions speelt, ja. maar ze hebben ook andere teams, maar die zijn wel heel goed. Ja. Dus die gingen spelen en ik stond langs de lijn met een heel deel van de familie. En toen dacht ik, eigenlijk is deze voetbalclub, waar ook mijn zoon voetbalt, my happy place. En ja. dat had ik nooit kunnen bedenken. Ja. Maar ik voel me daar altijd zijn hang. Ja. Ik vind dat zo'n leuke plek. Want het, het, het is gewoon: je hebt iets te doen, je kijkt naar een wedstrijd. Ja. Je mag roepen. Ik probeer dat wel minder te doen, want ja? ik roep ook heel vaak op het verkeerde moment en zo. Uh, er is heel veel saamhorigheid, want het ja. is echt een buurtclub. Dus en het, je bent elkaar. buiten, het is koud, je staat allebei. Het allemaal... was perfect herfstweer. Het was al donker, oh. maar het regende niet. Weet je wel? Er waren, er waren allemaal mensen die ik kende gewoon die, die dan voor Columbus ja. kwamen, voor mijn stiefzoon. Maar er waren ook allemaal mensen die ik dan gewoon kende uit de straat en weet ik veel. Het was echt zo'n soort. Ja, kerst met linusachtige bedoeling daar. Het was zo gezellig. En dan kinderen die dan anti-Ajax liederen zingen, wat prima is, want ze zijn eigenlijk in het dagelijks leven allemaal voor Ajax. Dus dan kan je ook wel even één avondje tegen zijn, omdat jouw amateurclub tegen ze speelt. En uh, hebben ze, heb ze verloren? Ja, maar op een hele lange manier. manier. Het werd dan de 2-1, maar echt de laatste, laatste minuut. Dus dan kan je ook zo doen van, ah oh nee, de laatste minuut. Weet je ja. wel? Kan je zo doen? Kan je zo echt even de... en gingen jullie dan daarna zo met z'n allen eten? Nee, nee, nee. Want, want het was best wel laat en uh, we gingen allemaal gewoon naar huis. Nou ja, zij gingen, denk ik, nog op de, op de voetbalclub. Lekker, uh, hoe noem je dat? Derde helft. Ja, maar um, ik weet niet. Dan blaas je van die wolkjes uit, weet je wel? Ja. En dan staan ja. die hele schelle lampen aan. Ja. ja. En ik echt, ik ben zo niet met sport ooit in aanraking gekomen of opgegroeid. Maar Aaf, het is ook zo lekker dat jij zelf daar niet hoeft te voetballen, snap je? En toch heb je het idee, ik ben heel goed bezig. Ja, ik ben heel goed bezig. Dus dat is het. Je haalt dus een koffietje voor iemand, ja. dan zijn ze dan heel blij mee ja, ja, en, je hoeft, en je hoeft zelf niks te doen. Nee. Ja. ja, ik zou dit ook nooit kunnen hoor. En daarna ja. had hij ook weer zo'n gigantisch bloederig knie. Dat je denkt: wat Oh, mooi. Oh, Weet je wel, dat kan je dan weer... behandelen. Nou ja, dat dan weer niet. Weet maar en dan ja. is zo'n: Oh, dat geeft niet. Maar goed, ja. dat zou ik zelf allemaal niet aan kunnen. Maar nee. dat, ja, het is iets heerlijks, echt waar. Langs de Ach, lijn dag. Ach, wat lekker zeg? Dus ik geef mijn week een 8,2. Oh, wat een goed cijfer. Dit is, dit is, een, dit is top. En als Geert Wilders uh, op dit moment van uitzenden. Geen premier is, dus geef ik me weken 10. <laughs> maar dat is, dat is in de toekomst, dus dat weten we nog niet. Als deze, als deze podcast wordt uitgezonden, dan, dan, dan weten we het. Oh. En dan denkt iedereen, oh, ze wisten nog niks toen nee. ze wisten nog niks. Wacht maar. Ja, Wacht maar. Ben Ik ben ontzettend benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, ik ook. Ik ga zo stemmen. Ik ook. Ik jullie in best in. Weten? Huh? Ik ga lekker stemmen bij je. Nou ja. Bij een soort van bruin café bij mij. En ik heb van, eh, vanmiddag en vanavond een uh, dag. Oh, echt? Ja, en ik dat heb mijn zoontje niet zo heel veel gezien. Ja, dat mag hij dan allemaal zeggen. En oh. uiteindelijk, en dat hoop ik dan een beetje, doen we helemaal niks. Nee. Want dan zeg ik, wil je dan ergens gaan eten? Wil je dit? Wil je dat? En dan zeg ik, we kunnen natuurlijk ook thuis blijven. Ja. En dan zie ik hem al denken, oh, ik hoop. Ja, dat wil ik inderdaad. Ik hoop dat mijn moeder dat liefde. goed vindt. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Dan ga je samen thuis blijven. Samen thuis. En dan ik, ik heb een nieuwe bank, jongens. Een nieuwe oh. oude bank. En dan ga ik dan opzitten. Oh. Wat voor hem. bank is het? Het is een leren oude jaren zeventig bank. Ja, het oh, zal wow. wel te smerig voor woorden zijn, jongens. Oh, ja. Ik ga er eerst maar even met nadenken. een nat doekje overheen. Ja. En dan, uh, want mijn oude bank was zo doorgezakt. Dat was een soort aangespoelde orka. Waar je dus niet, 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 niet meer uitkomt. Oh ja, dat is wel moeilijk. Dat heb ik ook gehad. Ja, ja. Hè? ja en onmogelijk. dan zie je ook om uit... zo op tegen het moment van weer opstaan. Ja, die, hij, die bank zoog je, of zuigt je, want hij staat er nog steeds in een zwart gat. Ja. Wa waardoor je eigenlijk vacuüm zuigt en dan, en dan met heel veel moeite er nog uit kan komen. <laughs> en nu heb ik, als het goed is, een iets andere. Actieve zithouding. Wordt vanmiddag gebracht. Dat spannend. Oh. Nou, ik zou gewoon met, met hem op de bank gaan liggen. Daarom ben ik ook zo blij met die reclamemand. Want uh, ja, de bank moet ook waar Daar ik die oude bank van. Lekker. Zo komt het allemaal samen. Zie je hem hier staan, Aaf? De reclamemand. Ja. Oh. Dat had je helemaal niet gezien? Nee. hè? Nee, ik maar heb ja, hem ineens. Ja, ik zat ja. helemaal niet op te letten. Kijk, hè? Ja. Nee, jij zat zo lekker in dat, in dat voetbalverhaal. Ik heb hem gewoon op de tafel gelaten. Dat is een hele mooie -mand. mand. Die zullen we lekker gaan grabbelen. Ik ga er eens even in. En wat zit er in de mand? Er zit een uh, spannende en snelle wintertriller in. Oh, dat is lekker. Zit een boek in de mand. Heerlijk. De wintertriller Amsterdam van bestseller-auteur. Kiki, Kiki van Dijk. Die ken je misschien wel, want ze heeft allemaal andere thrillers geschreven. Wat heerlijk. Ibiza, zegt. ja. Ibiza, Vlieland, ja? die moeten wij echt even lezen. Ja. Al die enge dingen die op Vlieland gebeuren. Parijs en Saint-Tropez. In de thriller Amsterdam, daar heeft dierenarts Jolijn haar leven op Ze werkt in artis en haar vriend Boas is bezig hun droomappartement te verbouwen. Maar de wereld stort in als ze hem s'avonds laat aantreft. Doodgestoken in hun bouwval. Verschrikkelijk. Ach. Een paar maanden later lijkt de moord opgelost, maar Jolijn blijft twijfelen. Er gebeuren vreemde dingen in de omgeving. Nou, er gebeuren allemaal hele enge dingen. Je moet weten hoe het zit. Ja. En het je is... komt helemaal terecht in een Amsterdamse oorlogsgeschiedenis. Ja, een sinister familiegeheim. Nou, oh, Verschrikkelijk. Je weet niet meer wie je moet vertrouwen. Nee, dat is nee. altijd heel lastig, maar wel een goed gegeven voor een thriller. Ja, dat klopt. Diezelfde Kiki van Dijk heeft voor dit boek... allemaal archiefonderzoek gedaan naar de geschiedenis van Amsterdam. Ja. Want ze heeft er ook een hele historische verhaallijn in gedaan. En die speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. En van haar boeken, van Kiki's boeken... er zijn al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Holy shit. Ja. Dus het, is het staat garant voor bloedstonnend leesplezier. Vol plot twists en spanning. Weet je wat zo lekker is? Nou. Het is een feest van herkenning, want als je in Amsterdam woont... En, nou ja, wie... Of je bent er wel eens geweest, hè? Of je bent er wel eens geweest. Of, of je hebt er wel eens over iets over gelezen. Je hebt wel eens iets gelezen je over Amsterdam. Dan is het ook een feest van herkenning. Het is zo lekker. Dus je kan dit boek nou kopen. Oh, wat fijn. Joh. Ja, ik heb er wel zin in het echt. Dat je bloedstollend leesplezier. Ik ook. Waarbij ik eens eventjes al die shit van alle dag kan vergeten. En in andermans shit kan duiken. Ja, ik vind het heerlijk om even lekker de boel de boel te laten. En dan zit ik in bad en dan uh, doe ik mijn uh, geurkaarsen aan. En dan mijn wierook. Hè, zoals je weet, want ja. ik ben gek op wierook en geurkaarsen. En dan kan heen. ik uh, lekker, in, en dan duik ik helemaal in die plot twist. En die oh. spanning. Die spanning die Kiki van Dijk, uh, Kiki van Dijk altijd ontzet. Ja, voor te schroten. Ja. Maar dan wel in een sfeervolle setting. Ja, want als het niet sfeervol is, dan ben ik weg. Ja, dan ben ik weg. <laughs> Echt waar. Reclame -mond, reclame -mond, reclame -mond, reclame -mond. Wil je mijn kleine probleem horen of zal ik jou een kleine nou, probleem? Vertel, vertel. Wil je mij zien of zal ik, Gaan ga je, je jou jouw probleem zien? laten okay. zien? Laat je, je probleem zien. Lies. Uh -huh. Wat is het? Uh, als ik iets koop, dan koop ik dat, bijvoorbeeld uh, ik zeg maar wat, een jas uh, of zoiets, yeah. dan heb ik dat. En dan heb ik de ochtend daarna altijd daar verschrikkelijk spijt van. En dan word ik s ochtends wakker. En dan denk ik. Oh, ik ga er helemaal. Ik, ga, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Ik heb nu. Of bijvoorbeeld die bank had ik nooit moeten doen. Ik had die bank nooit Jezus. moeten kopen. Ik kan niet meer terug. Wij lijken zo oh, op elkaar. Ja. <laughs> heb je dat. Dit, dit heb ik altijd. Ik verpest het altijd voor mezelf. Waarom kan ik niet gewoon denken. Nou, leuk. Ik heb een schilderij. Ik ben gekocht. er gewoon blij mee. En ik ben er gewoon hartstikke blij mee. Nee, ik moet altijd in een soort heel vervelend schuldgevoel. Een, 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 een spiraal van schuldgevoel afdalen, ja. en ademhalingsoefeningen doen om dan daar weer uit te kunnen komen. Ja. Oh God, je hebt dat ook. Nee, maar ik heb er een oplossing voor geleerd. Ja? Ja, ik heb er namelijk een woord voor. Ja. En soms als je iets benoemt, kan je er beter bij ja? omgaan. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit altijd met alles, maar het ergst heb ik het met schoenen. Ik heb altijd spijt van ja. schoenen die ik heb gekocht. Ze zijn ja. te groot, ze zijn te klein, ze ja. zitten toch niet lekker, kan er niet op lopen, ja. ik vind ze eigenlijk lelijk, ze staan niet bij mijn postuur, bla bla bla. Ja. En gij zegt dan altijd, dat is je nieuwe schoenenpaniek. Ach. En dat is eigenlijk gewoon altijd zo. Want, en nu denk ik, oké, okay, maar ik denk dat wij echt een soort, ja, iets. Er zit iets in die hersens wat, 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 wat dit aanmaakt. Ik ja. denk dat het is dat we uh, iets te veel gedachten door elkaar hebben. Ik wil er niet per se een label op plakken. Nou ja, ik, dat heb ik. Wervelende chaotische gedachten. Ja. En dan dat heb ik, ja. kan je niet gewoon een aankoop waar je natuurlijk geld voor hebt moeten betalen, voor dat ja. geld heb je meer moeten werken, heb ja. je weer keuzes moeten. Ja. Dat kan je gewoon niet chill aanvaarden. Nee, dat gaat niet. Nee, ik krijg daar heel veel bijgedachten bij ja. dat ik dus echt niet goed bezig ben. Ja. Niet goed over heb nagedacht ja. en te kwistig ben met het geld ja. waardoor het op een latere leeftijd heel slecht met mij zal aflopen. Oh, je gaat het al helemaal op je pensioenproject. Oh ja, ook. zeker. <laughs> ik, ik, die bank ik, heeft nu tot het gevolg dat jij een arme bejaarde wordt. Ja. ja, dus als ik, dus stel ik, koop nieuwe schoenen. Ja. dan weet ik dat ik dan over 15 jaar. Uh, slaap ik op straat. Ja, snap je? Ja, dat, is, dat is de lijn die ik doortrek. Ja. En dan moet ik dan mezelf. Ja, ik, ik weet niet wat het is. Nou ja, je moet, je moet nieuwe jezelf. Nieuwe schoenenpaniek. Ja, nieuwe schoenenpaniek helpt voor mij heel erg. En, dat, en, en wat ik dan doe? Ja. Die nieuwe schoenen gaan dus niet terug Naar de winkel, nee. want ik heb ze echt. Heus ik ben namelijk niet echt heel erg een impulsieve koper, hoor. Dat mm -hmm. valt, dat valt mm -hmm. in mijn geval gelukkig erg mee. Um, ik knip ook als het een kledingstuk is, de prijsjes eraf. Want meteen anders, eraf, anders ga je het terugbrengen. Nou ja, mijn tante die had hetzelfde en dan hingen er allerlei vestjes en dingen in haar kast, allemaal nog met prijsjes eraan. Ja, dat want is dan wel kon heel ze heel schaamtevol, nou ja, dan kon, dan kon ze het altijd nog binnen twee weken. En, en zo ben ik ook heel lang geweest, ja. maar weet je, je weet je, ja, heel soms moet iets terug. Als het gewoon echt niet past of zo, vooral als je per internet koopt, past het natuurlijk heel vaak niet. Nee, dan moet het terug. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben dit met relaties, denk je niet? Ja. Als je dus uh, heel veel date, Ja, dat dus je denkt, nou, ik ben nu met Ruud. Ja. Oh, daar is hij weer. Ik ben nu met Ruud. En maar je denkt, nou, ik daar vind. Daar hebben we Peter. Peter ook heel leuk. Of Fred. Of dit lijkt mij best wel. een... Nou, dit is of... een ding met internet daten natuurlijk. Je zit ja? in een ware huis van. Je zit in een zalando ja, van ja, mensen. Het is een zalando van mensen. Het is echt. Daarom ja. kan ik dus niet internet winkelen. En daarom zou internet ja. daten voor mij ook een ramp zijn. Denk ja, ik. ik zou dat ook heel erg moeilijk ja. vinden. Dan nee, zou ik, ik... ik toch liever naar een echte mensenwinkel gaan. Lees een café. <lacht> <lacht> al ja. waar je maar ja. tien mensen had om uit te kiezen. Ja. <laughs> Waarvan er al acht in een relatie zaten. Ja, precies. Dus op de afvoerpuntje ja. van twee. Daar ja. kon je het dan misschien. Uh, Oké, okay, ik vind het al een paar waardevolle kapstokjes... waar ik dit probleem aan kan ophouden ja, de komende weken. Nieuwe schoenenpaniek moet je onthouden. Dank je wel, Aaf. Ik heb ook een klein probleem. Vertel maar, want ik los alles voor jou op, dat weet je. Ik ben heel benieuwd. Ja, um, ik probeer ja. minder uitroeptekens te gebruiken in WhatsApp-berichten. Maar dat doe je al nooit. Nou, ga maar eens terugkijken. Het nou... is voor... En in e-mails ook. Het is een ding natuurlijk, hè, onder vrouwen vaak om overal een uitroepteken ja. achter te zetten... Ja. om leuk en aardig en sociaal en menselijk... Ja, dat, je, en... dat is omdat, je, te, omdat je, dat je wil laten zien dat je het echt meent. Dus als ik jouw app liefst met een uitroepteken... Ja. dan is het gemeender dan ik zeg liefspunt. punt. Ja. Want liefspunt punt, kan ook zijn... ik wens jou heel veel succes in je verdere leven. Ja. Ik en hoef je nooit meer te doei. zien. Ja. Of oké, okay, punt. Uh, is iets heel anders dan oké, okay. Dat klopt. Oké, okay, punt is, weet je wat, zoek het maar uit... Fuck you. Ja. Maar ik ja. begon te merken dat ik in, in mails, ook gewoon werkmails en zo, echt drie a 4 uitroeptekens per Ja, ze devalueren uh, natuurlijk ontzettend. Ja, en ik vond het ook een beetje, een beetje, een beetje loser. Nou ja, goed, het ja. is gewoon. Maar het ja. is heel moeilijk ja. om af te kikken van uitroeptekens, kan ik je vertellen. Wat ik doe, is ik wissel de uitroeptekens wel eens af met kapslok. Ja, doe ik ook veel. Dus ik stuur dan een kapslok. filmpje en ja. dan zeg ik. Uh, Lief en een kapslok. En dan hoef ik er geen uitroepteken achter ja. te zetten. Het is Weet eigenlijk weer werk, ja. kapslok. Wat lekker, ja. kapslok. Ja. Ja. Weet je wel? Nee, maar die truc doe ik ook al heel lang. En uh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, ja? natuurlijk. Ja. Maar ik vind het wel een leuke afwisseling. Zeker. Ja, want ik moet. Ja, daar word je altijd wel blij van. Maar ja. ik want, moet eh, sowieso vaak lachen als dingen in kapslok staan. Het is een soort automatische grap die er dan ook in zit. Wat ja. minder is met het uitroepteken. Het uitroepteken is meer. Oké. Okay. Dat is meer dat je ja. met je stem omhoog gaat aan het eind van een en zin. En hoe zit je met smileys en hartjes en, 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 en vlaggetjes Op, en dat uh, soort dingen? Doe ik veel. Het, het voordeel is, ik ben een boomer. Dus ik weet eigenlijk niet hoe je dat in de mail moet doen. Dat scheelt. Dat scheelt gewoon een heleboel gezellig. Ja, maar maar het, ik weet natuurlijk wel hoe je het in een app moet doen. Ja. Yeah. Dus ik doe heel vaak de smiley met uh, draaiende oogjes... die helemaal in de war zijn. Als je geraakt. iets bent vergeten, dan doe ja. je... Sorry jongens, dat ik uh, je verjaardag ben vergeten. En dan, ja, die, die smiley, ja, 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 oké. Okay. En ja. ik doe heel ja. vaak, maar daar zit... Ik doe dan heel vaak die smiley met die uh, bril. Zo van, ik, oh, ben, ja. nou, ik ben heel slim en oh, ja. ik vergeet alles. Of die smiley professie. met die hazetandje. Ik ben een heel rare type, want ik vergeet alles. Maar het is natuurlijk eigenlijk allemaal te vreselijk voor woorden. Ja, hè? en wat ik nu ook veel doe, ik, ik werd een beetje moe van die, uh, die smiley. Nee, dat is een arm met een spierballetje. Of van Go Get It, girl. Weet oh, je wel, die. Of, die, of dat van. vuistje wat zo ja, gaat. Van, van hey, bam. hey bam. dikke maan. Ja. Eh. Nee, dat vind ik echt erg. En toen heel erg. ging ik dus ook op zoek naar iets wat dat ook zou kunnen verbeelden. Maar en origineel. wat, wat behelzen dat? Ja, wat, en wat? iemand die aan het schermen is. <laughs> die gebruikt niemand ooit, maar ik gebruik hem wel. heel en dat, vaak. En, dat, en dat figuurtje wat een ratslag doet, dat is ook heel vaak. Oh, uh, ja, ja. Fijne verjaardag en dan zie je zo zes figuurtjes die die ratslag gaan ja. doen zijn, hè? Of dansende vrouwtjes met zo'n folklorejurkje. Ja, die rode die rooie, die gebruiken ik ook nooit. Nou, die is ook echt uit. Die is, die is, ja, dat is echt zo 2019. En doe je wel eens ballonnen als iemand jarig is? Nou, wat ik, oh, het is al zo ballonnen. erg. Ik doe dan bijvoorbeeld in een appgroep als mensen gefeliciteerd worden. dan ga ik echt gewoon kijken: van... wat heeft de laatste gedaan? Nee, dan ga ik niet ook twee nee, keer met zo'n confetti confetti doen, ja. doen met, een, met een gebakje. En ja. dan doe ik ook soms die, die ene die aan het scherm is. Gewoon. Gefeliciteerd met je verjaardag. Anguardia. Ja. Die. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Oh, waarom denk je hier? Nou ja, of, tien jaar geleden waren het over aubergines. Dat was de hele dag ja. die aubergines. Ja, oh, met je verjaardag En dan ja. zes aubergines. Ja, maar dat is Prettig on... weekend, zes dat is aubergines. Dat jij in de showbizwereld zit. <laughs> Toen mocht dat allemaal nog. Ja, maar aubergines zie je nooit meer. Nee, of niemand die, appt die... nog met aubergines. Nee. nee, nee. Ik heb ook helemaal niet in die aubergines gezeten. Hoe was je weekend, Irene? En dan weer zes Hoppa. aubergines. Prima, één aubergine <laughs> terug, maar één. Dat hoor Het je nooit Het devalueert ook wel, ja, op een gegeven moment. De aubergine devolueert, hè? Dat is waar. Of die perzik. Ja, of die drie spettertjes. Die drie spettertjes, ja, dat, was tot, dat ja. had dan toch iets te maken... ook met, uh, met het magische moment op het einde. Zeker. Klimax. Ja. Is je weekend nog geslaagd? Spetter, spetter, spetter. Ja, ja prima. Uh, aubergine, perzik. Dank voor je mail. Spetter, spetter, spetter. <laughs> Ik heb ook wel eens uh, Chinese tekens gebruikt. Oh maar ja? ja goed. En gewoon dat... mensen een beetje van het pad af te brengen? Hoor. Ja, gefeliciteerd met je verjaardag en dan iets Chinees. Of zo. <laughs> Of een sticker. Maar stickers kan nu eigenlijk ook niet meer, of wel? Nou ja, goed, maar daar kan ik dus nog steeds van genieten. Jij stuurt wel eens die ene, die soort vrouw... Erika Terpstra-sticker? Nee, nou, ik hoop niet dat dat Erika Terpstra is. Want dat is een vrouw die is op een feest... en die heeft haar shirt half omhoog... en dan zie je er tieten eronder uitkomen. Dat is niet Erika Terpstra, toch? Weet je wat ik wel kut vind met die stickers, jongens? Dat ze zijn verstuurd voor je het weet. Ja. Die stickers die, 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 die gaan wel snel. Die verstuur je voor de tip. Van. En ze zijn heel klein. Dus ik heb ook wel eens iets naar iemand in de familie gestuurd, uh, een soort kring van gefeliciteerd met je verjaardag. En dat bleek toen allemaal dansende kutjes te zijn. Toen <laughs> maar ik dat keek, heb ik nog niet gezien. <laughs> Ken je die? Dus ze zijn allemaal kutjes. Die houden dan elkaar's hand vast en die dansen dan in een kringetje. <laughs> elkaars hand. Ja, ja, die hebben dan handjes. Nee. Dus het zijn een soort <laughs> dansende vulva's. Dansende vulva's. En die hebben dan elkaar's hand zo vast. En die had je per ongeluk naar je oom gestuurd. Ja, naar mijn tante geloof Maar misschien zag zij het ook wel niet. Nee, als jij het al niet ja, zag. Het zijn gewoon allemaal kutjes, ja. Ja, wat ik nog even... Ja, sorry, we lullen maar door hierover, over. Maar wat ik heel erg heb... Um, <laughs> iemand zegt in een appgroep iets ja. waar jij nog even op wil antwoorden. Dan druk je op dat bericht van ik wil dit even beantwoorden. Ja. Maar dan druk ik dus heel vaak per ongeluk op reageren met een hartje. Dus dan gaat hij niet naar. Ik antwoord dit even ja. nog onderaan de streep. En nee. dan kun je dat hartje niet meer op nee. gedaan maken. En dat is heel debiel. Want dat stuur je dan soms naar mensen die. Het die, die, dat, dat gaat over. Kan iemand de trainingspakken meenemen? En dan hartje. <laughs> en dan denk Nee, 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 nee. Nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Ik, ik wou bedoel jou dat jou ik het namelijk dit keer niet ga doen. Dat bedoel ik. Daar wou ik ja. even op antwoorden. Ja. En dan ga ik er nog een keer op drukken. En dan, dan stuur ik weer per ongeluk. Dit is, echt, ja, dit is echt oma verteld, denk ik. Maar ik kan me niet voor. Ik heb echt best wel dunne vingers. Het, het, het moet toch bij meer mensen misgaan. Dit. Ja, en dan heb ik dus zit ik bijvoorbeeld op de Avenlies pagina. Zit ik dan weet ik veel naar wat te kijken en dan wil ik iets zeggen. En dan heb ik per ongeluk namens Avenlies gereageerd. Oh, dat ja, ja. En gisteren ja, ja. heb ik de hele nacht geprobeerd om dat te wissen. <laughs> lukte niet. Dat lukte dus niet. Dus als mensen A van Lies vinden dit fantastisch, dan bedoel ik dus, nou ja, je bedoelt Wat een gezeik nee, nee, allemaal. Nee, nee, wat het allerergste is: dit is een bekend probleem, maar toch. Ik, ik vind het mijn nacht mee. Soms ga ik mensen gewoon via Instagram een soort van helemaal terug in hun geschiedenis kijken. Ja. En mensen die ik bijvoorbeeld net heb leren kennen. Of die ja, ja. daar iets mag, over mag, heb gehoord. Mag, 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 mag. En dan zit ik helemaal terug. En dan geef je per ongeluk een foto, een hartje. Ja, dan weet je dus. Oh. Diegene die mensen denken dus nu dat ik gek dat ben. Ik geobsedeerd ben. Die weet dat ik 2,5 uur op, in bed uh, yeah, naar hele oude foto's van een hond heb zitten kijken. Oh, en nog meer. Nou goed, dit is iets verschrikkelijks. Nee, en dit, dan is, dan... dit is iets genants, wat denk ik iedereen iedereen. Herkent. Want ik ga het hartje maar dan weer nooit weg. Maar heeft iemand het erover? Dus ja, ik vind het, het heel goed dat jij dit aan haar Wordt het wel besproken? Of heeft dit alvast een naam? Waarschijnlijk wel iets met archiefschaamte. Huh, 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 Stokschaamte, threadschaamte, snuffelschaamte. Thread snuffelschaamte, thread history, snuffelschaamte, thread schaamte thread grid history schaamte. Ik heb heel erg grid chain. Ja, dat je bijvoorbeeld de ex van een ex van een ex zit te bekijken. Yep. En dat je dat dan per ongeluk like. Ja. Oh wat erg. Ja. En, en, en dan dus ontlike ik, weet... ik het weer. En dan denk ik kan je ontliken ook zien. En dan ga ik dat weer googelen. En daar bestaan dan weer allerlei verschillende. Theorieën Kun je ontliken over. zien? Dat weet ik dus nog steeds niet. Ja. Kan iemand ik. ons dit even? Maar ja, zou jij willen weten wie jou heeft ontliked? Ja. In een ver it, it. ja. Het zou mij boeien. Ja. Het zou me boeien. Nou, ik, ik wil weten wie mij zit te threadstolken. Grits. Wil je dat echt weten? Nou ja, Want jij ja. bent zo druk dat je nog echt s'nachts in bed nee, joh, Dan weten wie we nee. je. Ja... Maar als ik het toevallig zou, zou zien, als ik het toevallig zou zien, zou ik het wel leuk vinden om dat even zo te zien. Ja. Oh, ha, ha, ha. Heb jij mijn een ratje gegeven weer teruggetrokken midden <laughs> in de nacht? Je hebt zeker niks te doen, Anneke. <laughs> ik heb het wel nou heel druk. Ik doe dit nooit. Het kan me geen stuk schelen wat jij. Uh, <laughs> ja, ja. Ik... Het idee dat ik dit zou doen. Moet je eigenlijk naar het hoofdprobleem? Ja, we hè? we gaan zin we zin moeten 60, nog wel uh, de, de, moet de moeilijke digitale wereld toch nog een keer nader aan de kaak stellen, want dit is, schrijf het dit is maar even op. In je digitale digitale wereld. wereld aan de kaak rusten. Uitroepteken, uitroepteken, uitroep overzien opasjine, Smiley's. smileys. opasjine, spetter, 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 smiley. Uh, ja. En nu gaan we naar het grote probleem. Ja, jullie dachten we zijn er al, maar. Nee, zeker niet, dames en heren thuis. Het grote, het grote probleem. probleem. Is... En dat is iets waar jullie echt iets aan gaan hebben. Want het is natuurlijk Sinterklaas-tijd. Ja. Wij vroegen ons af: wat zijn goede cadeaus? Ja. Dat is echt best een moeilijke vraag. Ik heb nog helemaal niks gekocht voor Sinterklaas. Voor niemand niet. Ik heb één ding. Nee, twee. Maar wel ja. voor een en dezelfde persoon. Dus ja, is een... en ik, ik heb een scheetkussen gekocht voor mijn stieftoffer. Nou, die staat op mijn lijst. Oh! Scheetkussen vind ik een, dus een ontzettend leuk cadeau. Ik ook, ja. Want je gebruikt het en dan. Uh, en ook een... de avond zelf meteen, hè? Ja, je kan er meteen iets mee doen. Dat en het hele... doet meteen iets met. De... Ja. Dus nou, jongens, doet iets met de sfeer. Die eerste tip die hebben jullie al binnen: kopen scheetkussen. <laughs> Echt waar. Ja, want dat hoort wel bij de tips. Ja. Um, Tuurlijk is een duizenddelige Lego-set leuk. Ik heb het nu even over kinderen. Maar mm -hmm. dan willen ze dat meteen gaan doen. En dat is heel kut. Want dan ligt overal Lego. Dan is één ja, zakje meteen weer omgeplikkerd. Het is de hel is, als je een Lego-set koopt... of een Playmobil-set, iets minder, want het zijn iets minder stukjes... dat ze het meteen willen meteen. gaan doen. En dan, dan is trekken ze zo. en dan hebben ze bijvoorbeeld... nou, ik zeg maar wat, de, de Death Star gekregen. Ja. Je hebt gewoon je jaarsalaris bij elkaar gelegd... en je koopt de Death Star. Ja. En dan gaan die zakjes open. Oh, oh. En dan is het, het middenstuk van de Death Star ligt dan op het haren gekleed. Ja. Dat is de hel. Ja. Dus dat of moet die je er echt bij zetten. Tussen het weggeworpen pakpapier. Er gaan echt dingen zo verdwijnen. Die ja, avond. Dat, dat wordt janken en krijzen. Ja. ja, dan ben je hele essentiële deeltjes kwijt. Dus je moet dan zeggen, morgen pas. Of ja. meteen, meteen. meteen dat... dichtgefferen die, 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 die doos. Ja. ja, meteen zeggen. En morgen gaan we daar lekker aan beginnen. Gaan we samen de Imperial Death Star maken. Dat heb jij al heel vaak gedaan, Elise. Ik heb zes problemen ja. met cadeautjes geven. Oké, okay, voor de, de feestdagen. Ja. Te duur, maar dat blijft onopgemerkt. Oh, dat is zo kut. Soms geef je Weet iets. Weet je wat, oh. geef mij eens iets en dan... Dat is ja. heel duur, hè? Okay, Hier, ik heb een ring voor je oh, Dankjewel, Dank je wel, Aaf. Oh, leuk. Dank je wel. Hé hey, Gerda, wat leuk dat je er bent. En dan denk jij: Godverdomme, ik heb hier Dat was het hoofdcadeau. Weet je wel? Dat je denkt: ja. Dit was het hoofdcadeau. En dat is, dat is niet opgemerkt gebleven. Dat is heel erg te duur kut. en niemand ziet het. Oké, okay, mag ik daar meteen iets over zeggen? Ja. Uh, moment voor pakken. Kijk me aan in je ogen en dan geef je het heel bewust. En je kijkt er nog even bij. Oogcontact. Dit is een heel duur cadeau. Dat, dat zeg dat geef je er ik ook bij. Um, mag. Wil je het bonnetje er even bij Kijk eens hebben. even hier, af. Het, het is een rip uit mijn lijf. Maar omdat ik jou zo'n bijzondere vrouw vind, heb ik jou dit niet gegeven. Dat neem mijn oma altijd. Maar oma zei altijd, ik heb stad en land afgezocht. Weet je wel, dus dan wist je al van, oh god, ik moet zo dankbaar zijn. Ik moet oma eventjes prijzen en honoreren. Ja, en deed ik ook gewoon nooit. Ja, hè? Dus de dus duur wel, en niemand ziet het. Maar dan, dan heb je last van een bescheidenheidsprobleem. Van hier, hier. Pak, maar, ja. pak maar. En dan is misschien het, misschien gewoon vind een het heel erg Rolex, stom. Weet misschien je vind je het heel erg stom. pak, ja. Ja. pak, pak, pak. maar uit. Pak maar uit. Oh. Nee, je moet dan echt even een moment. Uh, ja. ja, moet je hoe momentje irritant maken. het ook is. Uh, verder heb ik, uh, ik vind het heel moeilijk om iemand. Maar soms willen mensen dat gewoon maar een kookboek, sokken of iets van Ajax te geven. Waarom? Omdat Het voelt als te makkelijk kookboekzokken en iets van Ajax dat dat, dat voelt, als, terwijl ik krijg graag kookboeken, ja, moet ik zeggen. Ja, en ik gooi ze ook graag weer weg. Is het goede dat een kan kookboek je ook waar ik bijvoorbeeld overtuig... vijf jaar niks uit gekookt heb? Nee, dat of dat waar je gaat altijd bij maar mij... dat ene recept uit maakte, dat is ja, ook maak je er gewoon een foto van ja, ja. Of die of ja. op een gegeven ja. moment wel ja, nee, ja. dat is een ding. Maar um, verder ben ik heel bang voor het, het prullen dom. Dus je geeft iemand een prul. Je weet eigenlijk het is wel een die beetje. Die gaat in een prullenla. Ja, die gaat ergens, ergens stof staan verzamelen en de, en de wereld uh, verzadigen. Noem eens een voorbeeld van wat, wat vind jij echt een prul af? Nou, ik heb dit vaak met kandelaars. Ik hou zelf van kaarsen en kandelaars. Maar het is best specifiek waar je van houdt in, in de, in de kandelaarwereld. Ja. Je denkt dat kan je altijd wel cadeau doen. Ik weet het niet. Maar kandelaars. Ik vind kandelaars ook best wel vaak lelijk. Ja. En dan heeft het iets heel dwingends. Ja. Van, Hier, jij moet dit van mij op Jouw tafel zetten, Precies, het is ook zo'n centerpiece. Ja, dus dat is het. Is niet van een kandelaar, uh, kan een beetje op de achtergrond opereren. Dat daar is een kandelaar nou echt per definitie niet geschikt voor. Dus dan ben je bang dat het in het prullen belandt. En dat ik snap, het dat wil ik niet. Ik snap het. Um, en dus ik, te duur niet om opgewerkt, het prullen te uh, makkelijk. Ja, ja. Uh, en um, je, je moet heel erg uh, daar nadenken. Is, is de verrassing je love language. Mm -hmm. Of is het je love language om iemand gewoon precies te geven wat hij aan je heeft gevraagd? Want sommige mensen willen gewoon precies krijgen wat ze willen. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld stuurt gewoon een verlanglijst. En dan wil ze gewoon die spullen op die verlanglijst. Ja, maar dat vind ik dwingend. Ja, maar Daarom aan de andere nee. kant, dat, dat is nu mijn love language met haar. Dat jij precies dat doet. Ja, want ik ging vroeger altijd doen. Ja, van, je nee, 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 nee. Ik geef jou gewoon een hele dat andere... Ik wil. Een, een sjaal die ik heel erg mooi voor jou vind. Ja. Maar zij wil gewoon... Uh, de biografie van Isra Meijer. Ja, Ja, oké. Okay. Waarom ja. zou ik die haar niet geven? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar er zijn ook mensen die zeggen, verras me, dazzle me. En daar moet je dan die love language. Sorry dat ik zoveel Engelse woorden gebruik, maar nee, love ik vind language het heel is heel ingewikkeld. hoor. Ja. Ik zou zeggen, uh, die eerste, te makkelijk vind ik niet. Ik vind te makkelijk helemaal niet Nee, Want als dat het kookboek gewoon echt goed bij iemand past, moet je dat gewoon. Precies, te duur. Dus je, je het duur niet om niet, niet opgemerkt. Ja. Vraag er aandacht voor. Ja. Wat was je nou je laatste? De prullela. Bang voor het prullen. Nou, dan zou ik het niet doen. Nee. Hè? Als je dat, dat al aanvoelt komen, is het eigenlijk dat is gewoon nee. niet doen. En inderdaad, wat is je love language? Dat, dat moet je dus echt individueel bij, die, bij elke persoon. Ja, individueel want Ik even vind even dus onderzoeken. dat dat onderscheid wel heel belangrijk. Sommige mensen houden van verrassingen, sommige mensen houden van jou een QR-code sturen waar je mee gewoon naar de webshop wordt gestuurd. En dat moet je ook honoreren. Hoe ongezellig dat in zekere zin ook kan voelen. Weet je, het allerstomste is sowieso een VVV-bon of een boekenbon. Nou, ik vind bonnen lastig, omdat nee. ik ze zelf heel vaak kwijtraak. Tuurlijk, die bon die ligt in de laan, en dat die ik vergeet zo je. vind zo zonde. Het is eigenlijk ja. alsof je geld aan iemand geeft en diegene gooit dat weg. Ja, Want dan vind ik het... Dan, dan heb ik liever geld. Dan vind ik geld beter. Ja. Dus jongens, stop met die bonnen. Geef me geld. Geef gewoon een envelop met geld. Ja. Ja, serieus. Ja. Eigenlijk Zeker wel. aan een kind. Want geld geef je natuurlijk niet aan een leeftijdsgenoot. Nee, dat is een beetje raar. Maar aan een kind ja. uh, geef je gewoon een envelop met geld. Als hij dat wil, dan moet doen. je niet zo doen van... ik heb eigenlijk een bon van de houten speelgoedwinkel... want dan zit dat kind dan gewoon niet op Oh, af, dat is dan... Ik, ik ben eigenlijk te lui om een cadeau voor je te kopen... Ja. maar ik geef je wel een bo bon van de houten bom. speelgoedwinkel... want ik wil namelijk wel dat jij niet iets koopt wat je leuk vindt... maar ik wel houten speelgoed. Het moet een houten trein ja. zijn. Ja. En Je ja. bent 14, dus ga maar, ga maar naar een houtspeelwinkel. Nee, als kinderen op de leeftijd komen dat ze geld vragen, geef ze geld, ja, vind ik ook. Oké, okay. eerst bij mensen: je hebt namelijk mensen die hebben gewoon heel weinig te besteden, ja, of die kunnen slecht van huis omdat ze bijvoorbeeld heel oud zijn. Ja, die twee dingen: dus weinig, die zuinig moeten leven, slechter been zijn, dan moet je altijd vragen: is er iets dat je graag wil hebben, precies. Want als iemand bijvoorbeeld van 25 euro per week moet leven, als hij zegt: nou, ik zal bijvoorbeeld dan een hele lekkere fles olijfolie willen. Ja, wat een trouwens een heel goed cadeau is. Of vind ik. bijvoorbeeld alle drank voor mijn verjaardag. Ja. En dan zeg je: luister eens Ineke, ik neem uh, zes flessen rood en zes flessen wit mee. Ja. En dan uh, is dat jouw cadeau. Precies. En dat zijn hele praktische dingen. Ja. Uh, waar je dan echt wat aan waar hebt. Waar iemand echt wat aan Ja, heeft. Dus ja. als je bedenkt, deze, deze, heeft, deze persoon heeft niet zo heel veel geld, dan moet je altijd vragen, is er iets dat je graag zou willen? Want bijvoorbeeld is het misschien wel bij diegene de kaasgraaf kapot. Ja. En dan koop je gewoon hartstikke mooie, goede kaas. Precies. En dat zijn dan echt lekkere cadeaus waar je iets aan hebt. Uh, plus iemand die dus uh, niet zo heel veel kan, uh, omdat hij bijvoorbeeld heel oud is, dan kun je zeggen, uh, vind je het leuk als ik jou drie keer naar het zwembad breng en haal? Ja. Nou, ik ga natuurlijk best wel veel tijd in zitten. Of als je het niet nou, haalt, zeg je... ik breng je naar het zwembad, ik ga daar de krant lezen... en ik breng je weer naar huis. Wat een fantastisch cadeau is voor mensen met kleine kinderen. Mm -hmm. Zal ik een keer op je kinderen passen? Ja, dat is natuurlijk. Dat, dat is 1 miljard euro waard, ja, hoor. weet, weet wat weet je zegt. Wel, ja. je, bent natuurlijk... je moet het dan wel gewoon gaan doen. Ja, dan maar moet je, echt, je dus wel gaan, gaan wel doen. Dat is wel een goed cadeau. Stel, je bent 17 en je wil je tante van 34 iets cadeau doen. Zeg, ik kom een avond op je kinderen passen. Dat is het aller, aller, allerliefste wat je kunt doen. Ja, ja. Ja. Ik, als mijn vrienden en mijn familie niet af en toe hadden gezegd, ik pas even op je kinderen, ja, want had je dan, was, doen. dan was ik denk ik overleden. Ja. Um, dus dat doorvragen en dus echt door doorvragen. Oh, Wil ja? je echt iets hebben? Is er iets wat je? Nou, ik zou wel een nieuwe wc borstel willen. Prima. En dan is daar die nieuwe wc borstel. Oké. Okay. Um, als iemand zegt, ik weet het niet, dan kun je iets kleins en handigs geven. Bijvoorbeeld als jij zegt beste kaashaaf, ja. dat haakt gelijk in op mijn tweede tip. Je hebt bijvoorbeeld één hele lekkere rasp: nou, microplan rasp Dit, ja, dit, dit heb ik gewoon op mijn lijst. Mensen! Staan. Hè? Wow, die oh, heb ik ooit van Pauline gekregen. Dat is, dat is een hele lekkere rasp. Oh, die dat is, niet is de al te duurste rasp ja. ooit. En iedereen die die rasp heeft, die staat Parmezaanse rasp, die ja. denkt. Oh, wat is dit een lekker ja. verdomme, dit is echt. mijn lekkerste moment van de dag, Orgastisch, want die ras gaat rasp, ja. echt waar. Ja. Zij zei toen ze die, die gaf, je, je denkt nu waarom geef je me in godsnaam een rasp? Paulien, maar bij je deze, zult me dankbaar. Zijn. Ja. Dit dit is gewoon en letterlijk zijn, op mijn en hele goede moeder. Ja. Ja, het, het, het is iets kleins. Ja. het is iets kleins. En je stopt het in een la en het is gewoon iets waar je echt en je, je hebt ook een dun schilletje. Van oh. de kookwinkel. Oh. Nou, die kostte ook 2 euro. Elke keer als ik een wortel sta te schillen, denk ik. Ja, want ik heb een hele kutte dun schillen. Nou, Ga dan... ik nu mijn verlanglijst zetten? Ja. Dus iets kleins waar je echt iets aan hebt. Ja. Is goed. ook altijd een goed cadeau. Ja. Want als iemand die rasbal heeft, nou, dan geeft hij hem gewoon door. Prima. Ja, doorgeven mag in dit uit. geval prima, want het is zo'n uh, persoonlijk cadeau is nou ook niet. Volgende tip is iets wat je echt heel erg mooi vindt, wat jij maar, zelf als gever heel erg wat mooi vindt. je heel erg mooi hebt gevonden. Bijvoorbeeld, nou, wij wilden het hebben over een bepaald boek. Ja, het boek luister. Nou, dat was je, je dus, bron dat is Precies dat vonden wij allebei een heel mooi boek. Ik heb het inmiddels aan drie of vier mensen cadeau gedaan en die exact. vonden het ook een heel mooi boek. Dus nou bij deze jongens, als je denkt, God, nou wat moet ik voor de zin geven? Luister van Sascha Bronwasser. Nee, we worden niet gesponsord. door nee. Sascha Bronwasser. Ik ken die lieve vrouw helemaal ik niet. Ik weet niet. helemaal niet wie het is. Het is gewoon een hartstikke goed. Ik heb boek. het ook net gelezen. Het is niet al te dik. Dat klinkt heel dom en en, en nee, Maar leest het tenminste uit. Maar het uit. is gewoon realistisch voor mensen ja. die werken en weet ik veel wat. En jij het had is al een... vier jaar aan Anja Daanje Daar besteed, besteed, ja. dus Heb ook ik zes eens... jaar over. Gedaan. Ik heb het uit. Het je was las mooi. het al voordat het uitgebracht was, was je er al mee bezig. Precies, kan je nagaan. luister van Sasje Bron was avond, ik vond het allebei heel goed. Heel goed boek. Dus iets wat je echt zelf mooi vindt, dan kun je ook zeggen. Ik vond dit echt een heel ja. mooi boek. Ja. Nou, kijk maar wat je ermee doet. Ja. Nou, iets waarvan jij persoonlijk, belangrijk, waarvan jij persoonlijk uh, het belangrijk vindt dat die ander het krijgt of leest omdat het bijvoorbeeld iets zegt over zijn of haar leven Oeh, dat moet niet iets heel ja, negatiefs zijn of bijvoorbeeld zes manieren narcist. om minder te klagen ja precies, herken de narcist zes in jezelf om minder te klagen <laughs> <Maar>. borderline, <laughs> hoe kom ik er vanaf hier <laughs> leek me echt iets voor jou <laughs> hoe kan ik een vriendschap dood laten bloeden .nl. Nou, hier laten we het ah. er verder niet over hebben. En anders vind ik altijd heel goed iets wat je op kan eten. Ja, ja. namelijk een fles olijfolie. Een hele goede fles olijfolie. Ja, ja dat is echt noem, best wel fijn om, om te krijgen hoor. Nee, maar ik vind dat echt ja. heel fijn om te krijgen. Ja, dus um, eten. Ja. Ik maak wel eens een taart voor iemand. Hij oh. moet dan natuurlijk wel lukken. Maar, je ja. kan maar natuurlijk jij weet niet zeggen. welke heb... taart er lukt. Natuurlijk. Nee, maar bij iemand. mij mislukt eigenlijk ook heel vaak iets. Maar uh, een taart of soep. Ja. En met een pan soep aankomen. Ja, Tuurlijk wel is... altijd vragen of. Of er iemand op zit te wachten. Het zal prijzen. Ja. Als je hele smerige soep maakt, moet je dat ook niet doen. En uh, bijvoorbeeld een pot met pesto. Ja. Als je denkt: God, ik sta pesto te vijzelen. En ik vijzel wat bij. Ik vijzel wat voor Ineke oh. bij. Dat is lekker, joh. dat in je ijskast te hebben staan. Zo is het. Dus die kan je dan geven. En ja, die dan wordt je ook een lekker dikke gebruikt. Ja, of je smeert het op een toastje. Mm. Dus een pot pesto, zelfgemaakt. Een zelfgemaakte pot jam of guacamole. Ja. Dat is ook altijd hartstikke leuk. Oh, dat zijn echt goede cadeaus. Ja. En het is ook, hè, hoef je, je helemaal niet ingewikkeld over te doen. Of oh uh, kijk in mijn ogen, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Nadat nee. ik dit cadeau heb gekregen. Dat nee. hoeft allemaal niet. Nee, maar het is, nee, het is het het gewoon heel. En dan zou ik het dan, hè, oh, ja omdat ik een beetje Lore ja. Ashley ben, zou ik het wel in een soort van leuk wekpotje doen met een strikje eromheen. Ja. Iets wat je zelf heel lekker vindt, bijvoorbeeld je favoriete bouillonblokjes uit een natuurwinkel. Oh. Klinkt heel stom. Maar als jij denkt, elke keer als je soep maakt, denkt: oh, wat zijn dit toch goede kipbouillonblokjes. Ik wist en... helemaal niet dat er echt een soort gradaties in waren, in ja. bouillon. Oh, ja, dan je je dat ja, en dan kan je dat geven. vind uh, bouillonblokjes een heel apart en bijzonder en origineel cadeau. Dat is toch prima? Ja, ja en het feit dat je er gewoon bent, <laughs> Mijn aanwezigheid is jouw ja, je cadeau. Hebt, je hebt gewoon tijd vrijgemaakt. Je bent gekomen. Je ja, hebt een parkeerplaats gezocht. Je en je bent daar geregeld, gewoon. Ja. Wat je dus hebt als iemand zegt: Ik heb niks bij me, dan denk ik altijd: Oh, godzijdank. Je bent er tenminste. Ja. ja dus ik vind het eigenlijk heel lekker dat iemand niks heeft het stelt jou ook weer vrij van cadeauplichten later in het jaar zo kun je het ook weer zien hè ik wil eigenlijk helemaal geen cadeaus vrij. nou ja dat, dat hadden gijs en ik een tijdje met sinterklaas ja. moesten we 7000 cadeaus kopen dus het was van zullen we dan elkaar gewoon eventjes maar dat deed ik dan natuurlijk toch niet hè? want zo ben ik maar en was je dan toch eigenlijk ook een beetje teleurgesteld... dat je ook echt niks kreeg ja, <laughs> ja. Ja. Dus ik heb nu gezegd: dat gaan we niet meer doen, want nee. dat brengt weer een hele nieuwe dynamiek. mij ja, ik met had ook de eerste Sinterklaas dat ik dan met Mark was. Had ik dan bijvoorbeeld voor hem ik weet niet iets ingewikkelds gekocht waar ik heel veel werk. En toen kreeg ik voor hem een zuignap voor in de auto waar je dan je telefoon. Oh, ja. Van de action. Omdat we hadden afgesproken: we doen niks. Nee, precies. Je ja. spreekt het af en dan gaat de vrouw, of soms de man misschien toch iets ingewikkelds doen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk heel stom. Je houdt ja. je gewoon niet aan je beloften. Je houdt je niet aan je belofte, maar je wil natuurlijk verrast worden met een gedicht van ja. en echt een bijzonder cadeau. Ja, best wel kut. Terwijl je dus hebt gezegd dat hoeft niet. Het is een oh, hele raar Oh, Dank je En die dan, dan die zuignap uitpakken. Ja. Ik ga gewoon even een hele lijst af. Heerlijk. Uh, voor kinderen de spellen Weerwolven, UNO en codenames. Perfect. Perfect. Heb je perfect. Perfect. Uh, een flanelle pyjama. Dat vindt iedereen fijn. Dat vind ik een meesterlijk cadeau. Is zo lekker ja. om te krijgen of te geven. Uh, uh, nou ja, dit is dus weer in het type cliché. Maar ik krijg het toch graag. Een gekke kerstbal. Want je kan hem tenminste altijd gewoon meteen na Sinterklaas in die boom hangen. Ik vind het meesterlijk. Ik, 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 ik vind bijvoorbeeld... Een, een, heel veel mensen doen je een plezier met een kerstbal in de vorm van een kroket. Want ja, heel die veel heb mensen, ik. ja, bij hem ook. Ik heb hem ja. ook. Ja? Ja. 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 Mijn Sportjuf gaf ja. mij vorig jaar een kerstbal in de vorm van een halter. Dat is leuk. En dat, daar kan ik wat mee. Ik hang hem in mijn boom. Heel leuk. Um, gaan we even verder. Voor oh, kinderen goede ook tips echt goede stiften. En dan liefst die je in zo'n rol krijgt, of in een bos met een soort sleutelhanger eraan, dat ze bij elkaar blijven. Ja, want dat is natuurlijk de met stiften. En goede stiften met een systeem waarbij ze bij elkaar blijven. Ja. Of klei. Klei raakt altijd op. Klei gaat alle kanten. Klei oh. is na twee weken droog. Ja, dus dan heb je dus een nieuwe klei nodig. Wat je niet aan kinderen moet geven is kinetisch zand. Nee! Ah. Dat moet je gewoon oh. niet doen. Dat is, ik heb het een keer gegeven en oh. die moeder keek me echt zo aan van... Die. Ja, het is ja. gewoon zo'n kut cadeau om te ja. geven. Het is ja. fantastisch leuk spul. Bij Daar Mark is een keer kinetisch zand in de Lego-bak gegooid. Oh, wat een ja, combi. Oh, hel. Is ja, dat, dat, ja, is dat is echt heel erg. Dus doe het gewoon niet. Nee, nee. En je hoeft het ook niet uit te leggen. Nee, je moet het gewoon niet doen. Gewoon niet geven. Nee. Uh, het Guinness Book of Records doet het bij mij elk jaar heel goed van dat jaar kan je oh ja? ook net als een scheetkussen, meteen in bladeren. Groepsactiviteit is leuk. Engere koers opzoeken. Okay. Langste nagels, langste man. Ja. Kleinste, weet ik veel wat. Kleinste piemel. Uh, als je dan een kookboek geeft. Ik weet dat uh, Teun van de Keuken en Yvette van Boven hebben net een kookboekverkiezing gedaan. En ja. daar kwam als nummer één uit. Simpel van Otto Lenghi. Ja. Is Inderdaad, een heel goed kookboek. Koop dat dan gewoon. Koop dat dan gewoon. Hè? Ga dan niet ja. voor het, uh, het laatste en het weet ik veel. Koop gewoon simpel van Otto Lenghi. Nog steeds krijgbaar. Ja, krijgbaar. vind ik heel goed. Uh, voor een hippe vriendin, één oorbel. Niet twee. één oorbel. Eén gekke oorbel. Oké. Okay. Ik kijk nu heel moeilijk. Maar ja, je dat moet... vind vind moeilijk één oorbel. Ik denk nu ook ja. een heel specifiek aan ja. één persoon die ik dat zou geven. Ja. Um, ja. Het boek Luister, inderdaad. Als je iets van een bon of geld wil geven aan iemand die het echt heel erg goed voor heeft met de wereld. Een donatie in haar naam of zijn naam. Mm -hmm. Donatie aan goed doel. In die en, en schrijf je dat dan op een mooie kaart aan? Ja, of je maakt zo'n leuke check, weet je wel. Zo van ik heb 10.000 euro aan. Ik wil Greenpeace gegeven namens jou. Te gek. En als iemand uh, een moeilijke jeugd heeft gehad. Dit, dit las ik in een artikel. Echt een moeilijke jeugd. Hè, met veel armoede en tegenslag. Geef diegene een paarse fiets. Met een strikker omheen. Dit was Omdat je dat één... vroeger nooit hebt gekregen. Ja, dat was een vrouw. Die kreeg dat op de 34ste. Ja. Dit pakt mijn hart een beetje. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik zou dat ook echt super helemaal te gek vinden. Je bedoelt eigenlijk een puppy in een doos met een strik eromheen. Ja, maar of dan een, een levend dier ja. blijft moeilijk. Ja. In plaats van die puppy geef je ja, een, een paarse, paarse fiets met een strik eromheen. Hoe feestelijk is dat moment? Ik zou dat leuk vinden als Sinterklaas dat voor mij uh, zou hebben, want ik heb namelijk mijn fiets ergens neergezet. En je weet niet meer. Ik waar? weet niet meer waar. <laughs> en dan moet ik een nieuwe fiets kopen. Misschien nadat je die zuignap hebt gekregen, ja. krijg je dit jaar wel een paarse fiets met een strik eromheen. Zou ik juist wat zeggen, Aaf? Ik denk het niet. Ik denk dat wij tot de tanden gewapend uh, die Sinterklaas in gaan. Precies. Toch? Ik ga in jouw naam een donatie doen oh, aan de wilde ganzen. Een. Oh, dat, dat is echt. Aan dat de het, Dat het een aard heeft. Er is een uh, heel groot probleem van iemand. Oh, God, ja, dat ging ook nog. Die op. dat even aan ons heeft gemeld. Ja, Aaf gaat het even voorlezen. Ik ga het er even bij pakken. En dan kunnen we ook gelijk heel kort over zijn. Nee helemaal niet. We gaan, uh, we gaan er eens even naar luisteren. Het probleem. Na een lastige periode zakelijk, met name door de lockdowns, had ik eindelijk weer eens goed nieuws. Ik heb sinds kort een hele gave nieuwe baan. Meer uitdaging, meer dynamiek, meer geld. Echt op mijn lijf geschreven. Plus, ik ben er super blij mee. Ik had dit op mijn social media gedeeld en deze post ook met mijn enthousiasme in de groepsapp gedeeld. Nu komt-ie. Ik heb er geen één reactie op gekregen. Niks, <laughs> <Sorry>. nada. <laughs> ik moet er ook erg om lachen. Ik voel zoveel dingen hier. Maar... Toch een beetje een soort Seinfeld-probleem. Ja, het ja, is heel zwaar. Ga door, hè? Ja. Ik heb er geen één reactie op gekregen. Niks, nada, nul, noppes. Dit is toch bizar? Puntje, puntje, vraagteken, uitopteken, vraagteken, uitroepteken. Het maakt me verdrietig en voel me echt zo eenzaam hierdoor. Niemand heeft mijn appje gestuurd of gebeld. Ik begrijp het gewoon niet. Ik wilde een dag later boos of gefrustreerd appen in de trant van: Hallo, hebben jullie mijn bericht wel gelezen? Maar ik wil me daar niet naar verlagen. Maar toch vind ik wel dat ik er iets van kan en mag zeggen, want het voelt zo niet goed. Dit help, wat is jullie advies? Mag ik iets zeggen? Dat moet zelfs. Jij gaat drie afspraken maken met mensen van wie jij een reactie had willen hebben. Uit die groepsapp. Uit die groepsapp. Ja. Jij gaat zeggen: Luister eens, uh, Astrid, uh, ik wil je heel graag zien. Laten we samen gaan bowlen, et cetera, et cetera, et cetera. Je gaat met die tennissen, met die ga je wandelen, weet ik veel wat. En je gaat vragen: hoe is het nou? Hoe is het met jou? En dan ga je gewoon een fijn persoonlijk gesprek hebben met diegene. En op het moment dat bijvoorbeeld Astrid aan jou vraagt: hoe is het met jou? Zeg je: ja, nou, ik heb zoiets leuks, man. Ik heb nu een nieuwe baan echt waar? Ja, ik ben er heel blij mee, want het ging zo kut, dat weet je. En zo, en, en zo ga jij gewoon het persoonlijke contact weer in. Ah. Dus je gaat drie afspraken maken en dan ga jij eens even kijken hoe dat voelt en je houdt verder je. Je gaat verder niet zeggen: Ik was heel erg teleurgesteld, want dat, dat, ha, dat had je ook wel kunnen lezen in, in die die de groep. die ik had geappt. ja, want jij, jij haalt echt twee verschillende dingen door elkaar. Heb ik het is? idee? En dat is groepsapp. Dus je, 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 je gooit een soort bommetje van confetti over een groep mensen heen. waar ze op moeten reageren. Ja. En je verwacht een persoonlijk bericht terug. Ja. En ik, ik denk dat je dan gewoon solliciteert naar een teleurstelling. En dat is ook gebeurd. En dat is ook gebeurd. Ja. Dat vind ik heel zielig voor je. Maar je hebt, je, je, je hebt die twee dingen door elkaar gehaald. Het zegt, het het zegt helemaal niks over, over die mensen. Je moet investeren in persoonlijk contact. Ja. Ja, wat ik Poet. nog wilde zeggen is, uh, een post delen in een groepsapp is op twee manieren een beetje onpersoonlijk, omdat het een post is. Dus dan lijkt het meer alsof je een soort advertentie over jezelf deelt. Ja. En het is natuurlijk in een groep, dus dan is het ook al minder persoonlijk. Ja. Dus als je er misschien uh, volgende keer zoiets hebt, kan je ook aan vriendinnen of vrienden apart hebben. Uh, oh, joepie, ik ben zo blij. Ik heb eigenlijk weer een hele leuke baan. Hoera, hoera. Ja. Uh, en dan die emotie van die vrouw met die rode jurk die aan het dansen is. Ja. of de aubergine. Of de aubergine, of het schermende mannetje. Precies. Um, dat is een tip van mij. Um, en het kan ondergesneeuwd geraakt zijn. Het kan dat daarna in een groepsapp iemand schreef van... Uh, oh god, ik ben dit of dat kwijt. Heeft iemand dat dan nog te leen. Weet je, wat dat gebeurt wel eens. Ja. Dat weet ik niet hoor. Maar ik zou inderdaad... Ik vind jouw idee heel goed. Want je moet even wachten met concluderen... dat je vriendschappen niet meer kloppen. Want Klopt. dat kan echt gewoon een soort samenloop van omstandigheden ja. zijn ja. geweest. En misschien, misschien is er wel iets anders ingeslopen. Uh, is er dat wel iets aan ook. de hand? En, en dan kan kun ook. jij, als je informeert naar hoe het gaat met diegene... Kun je erachter komen? Ja. Want ja. misschien heb je wel. Misschien zijn je verwachtingen. en Wat je terugkrijgt. zijn Twee dingen die. Een beetje uit elkaar aan het drijven zijn. En dan kun je er op deze manier. achter achterkomen. Ja. Of dat zo is. En zo ja. Waarom dat is. En daar ga je niet achterkomen via appen. Daar ga nee. je alleen maar achterkomen. Via echt afspreken. En je gaat er ook niet achterkomen met. Hallo. Waarom reageert nee, er niemand? Dat is, dat is niet leuk. Ik bedoel. Uh, uh, la, laat dit gezegd zijn. Ik vind het wel rot voor je. Ja. Dat je, dat nee, je... ik zou me ook vreselijk voelen. Ja. Dat, 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 dat wil ik ook even zeggen. Dat ik zou dat ook heel irritant en naar vinden. En me ook gaan afvragen. Holy shit, vinden die ja. mensen me normaal aardig? Wat is er allemaal aan de hand? Maar inderdaad, app, apps kunnen ook de werkelijkheid heel erg vertekenen. Mm -hmm. En het kan al, al zwart-wit op elkaar allemaal heel naar ja. worden. Afspreken is dan veel beter. Ja, Je hoeft niet met die hele groep afspreken. Precies, afspreken is beter dan bellen of appen. Ja. En stel, er is iets: stel. Um, uh, Mensen hebben niet voor niks niet gereageerd. Ja. Dan uh, zal dat misschien wel bij een of twee van deze afspraken boven water komen. Ja. En dan is dat misschien toch iets om eerlijk en kwetsbaar eens even naar te luisteren. Ja. Misschien is er wel echt iets. Ja. Misschien heb je wel inderdaad niet genoeg geïnvesteerd. Uh, om, om dit weer terug te krijgen. Misschien is er zoiets aan de hand. En het ja. is helemaal niet erg. Want je kunt namelijk met een vriendschap. dat is een dynamisch iets. daar kun je echt dingen in veranderen. Ja. En dat, en dat kan is, ook inderdaad ja. een tijdje op een hoger, lager pitje. Dat kan uh, Zeker. Uh, intensiever of niet. Ik heb ook wel eens een tijdje te weinig in een in, in vriendschap geïnvesteerd en heb ik dat later teruggekregen. Ja, dat kan. Dat is, dat is best wel een beetje moeilijk om dat te horen. Maar het is, het is wel heel goed, want, want dat is een vriendschap: het is ja. een, een, een levend iets. Ja, misschien ligt het bij jou, misschien ligt het bij de ander, ja. misschien is het gewoon een beetje gek gelopen. Maar ik zou er niet zo'n vergaande conclusie aan verbinden. Precies. Van deze hele groep moet me niet meer. Dat helemaal is, niet. Of is ongeïnteresseerd? Helemaal niet. Nee. 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 En je kunt ook, en, en als je iets zou willen veranderen in je leven of in die contacten, dan kun je dat ook gewoon best doen. Dat is helemaal niet erg. Nee. Ik vind het heel, een heel goede oplossing. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, we hopen goed. dat je er dus iets mee kunt. Heel veel succes. Laat het ons ook weten. Dit gezegd hebbende, uh, gaan we nu naar de guru. Oh, wat lekker. Oh, ik wil nog even een update geven over iemand die ons een probleem had gestuurd. Ja, want die zijn wij laatst tegen. Ja, dat klopt. Ja, er was een man. Ja. Uh, hij was getrouwd met een andere man. Ze hadden twee kinderen. En s'nachts gingen die kinderen altijd spoken. En dan moest hij er altijd uit. En zijn man sliep lekker als een beer door in bed. Ja. Hoe ging je dit nou oplossen? Nou, daar wij allemaal dingen voor ja. gegeven. Ja. Wij traden deze week op in het theater in ja. Amstelveen. We riepen uh, wat mensen uh, op het podium, die ja. moesten ons even helpen met ja. iets. En toen was hij daar. En hij in de politie zei hij ineens: ja. Ik was die man met die kinderen die gingen spoken. Ja. Nou, dat was natuurlijk heel grappig. Ik zei: nou, je bent net zo knap als op de foto. Het was een ontzettend leuke man. Dat was ook zo. Het was een ontzettend leuke man. Um, en toen vertelde hij ons dat het veel beter gaat met het spoken s'nachts. Eigenlijk puur omdat ze met het hele gezin. De podcast hadden geluisterd waarin het gewoon is even werd besproken dat dat elke nacht gebeurt. Lekker, dus dat was hè? eigenlijk een heel andere oplossing dan die wij hadden verzonnen. Wij hadden allemaal van je moet je man wakker porren... en die ja. moet er ook uit en dit en dat en meer afwisselen en... maar eigenlijk was het gewoon dat die kinderen hadden meegeluisterd. Die dachten waarschijnlijk van ja, Potjandori, ja. we moeten echt wat minder gaan spoken. Ja, dan zie je dan hoor je ook een beetje dat je vader ergens mee zit, maar niet op een maar op een, via de band. Je hoort ja. het indirect. En Via dan kun je er een letterlijke eigenlijk... band. Ja. Via de leuk band. hè? Ja. Dat vond ik zo leuk. Dat we... Want ik vind het altijd heel leuk als mensen updates over problemen geven. Vooral als je gewoon zin in is live in het theater aantreft. Dat is echt heel grappig. Dus bij deze, als we een update krijgen over hoe het gaat. dan moeten we dat ook echt eventjes... Ook aan deze vrouw die dat over dat, uh, dat werkprobleem. of die dat vriendenprobleem schreef. Ja. wil ik heel graag weten hoe dat verder is gegaan. Ja, ik hoop dat het, dat het allemaal goed komt. Ik ook. Ik ga nog even een goeroe doen. Uh, ja, mijn goeroe van deze week... omdat we, we deze week leven in het uh, feest van de democratie... die stem heet... is Loesje. Oh. Loesje van de posters. Yeah. Loesje uh, kom je heel vaak tegen. Nog steeds. Vroeger iets meer. Toen we nog in wat linksere tijden leefden. Yeah. Het meervoud van leven is lef. Noem ik maar eventjes, hè. Of ik zag nu een, een, een wat um, modernere... Ik vind meer leuk dan ik like. Hmm. Um, inderdaad, zoals jij nu hm, zegt, dat is een beetje de reactie op Loesje hmm. <laughs> soort. Stel het is oorlog en niemand gaat er naartoe. <laughs> Weet je niet? Dat was altijd in de jaren tachtig, hè? Ja, het is zo jaren tachtig. Ja. Het is zo jaren ja. tachtig. En dat is natuurlijk ook omdat ik een kind van de jaren tachtig ik ben. Ja. Opgegroeid in een links milieu. Ooit een ik... normaal mens ontmoet? En? Beviel het. <laughs> Daar had ik dus een poster van. <laughs> ja, het een spiegel. Oh, en ze hebben nu ook merchandise. En dan staat er bijvoorbeeld op een schort: Sla niet, brei wel. Ja, het is dus. Het mogen duidelijk zijn dat, dat ik het ook soms wel een beetje irritant vind. Ja. En dat ik het ook soms wel een beetje van vind. Maar toch heb ik er ook heel veel mee. Want het is ja. nummer één. Ik heb natuurlijk vijf hoge bed van een ongelooflijk links. Ja. Ze noemen die, die plakacties dat ze overal die postjes gaan plakken, heten plaksies. <laughs> het is opgericht in Arnhem oh, wat... in 1983 natuurlijk. En uh, de naam Loesje is gewoon bedacht omdat er iemand binnenliep in het café waar ze met z'n allen zaten. Ja. En die heette Loes van Schaik. Dus nou, Loesje, ik ja. vind het wel een briljante naam. Ik over. vind Loes trouwens een hele leuke naam. Er zijn heel weinig loesen die spelen. Het is ook aan... een jaren tachtig naam, hè? een ja. linkse jaren tachtig naam ja. is Loes. Nou, ze blijven ook links. Dat vind ik ook leuk. Ze zijn, ze, tuurlijk, ze hebben één merchandise en dat is de, dat schort waar slaan niet bij wel op staat. Maar ja. ze zijn toch heel erg trouw gebleven aan dat 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 witte A4'tje met die zwarte letters erop. Ja. En, ik bedoel, het is niet, het is niet vervormd geraakt of nee. ineens overgenomen door een andere actiegroep. Zouden het nog de, dezelfde mensen zijn? hè? Nou, er komen steeds uh, nieuwe mensen bij. Dat vind ik ook heel goed. Ja. Dat heet bendeleden. <laughs> Ze zijn een hele gekke bende. Oh, ik vind het heel lief. Lief, hè? Ze ja. hebben een hoofdkwartier. Uh, uh, en, 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 en dit ging ook eigenlijk van hun site. Uh, ze creëren beeldmateriaal, bedenken van alles. Maar bovenal lusten ze wel een feestje. Ik ruik echt het zweet. Maar dat vind ja, ik op een goede manier. Ja, hè? Hè? Ja. Link zweet ruikt. Ja. dat vind ik heel erg fijn. Ach. Um, nou, dan dus leven is, is meer fout van lef. Ja, het zijn allemaal van die dingen waarvan je eigenlijk denkt oh maar je denkt ook weer ja het is wel zo ik vind bijvoorbeeld zo'n sticker die je op je brievenbus kan plakken met geen reclame SVP we hebben alles al vind ik ook lief het spreekt me toch aan ja vind ik ook heel weet je wel het ja. hoort toch in mijn ja. in, in, in die ja. links zijn ja. heel erg je denkt gelijk toch aan inderdaad een zelfgemaakt stekje of een zelfgestekte plantje geven voor je verjaardag of je eigen kefir cultuur geven. Ja, of vriendschapsbrood. Een pot met een vriendschapsbrood. Herman het vriendschapsbrood. Ja, dat ja, ja, is heel ja, 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 erg luxueuze cultuur die geef je aan elkaar door. Ja, of ja. dat je op een verjaardag bent en iemand pakt een gitaar. Ja. Voorbeeld. Oh, dat haat mijn vriend zo. Snap ik heel goed, want hij is muzikant en ja. dan is het echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan er niet tegen. Maar het is heel ja. luxueus. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ja, dat komt natuurlijk nu niet meer voor, maar vroeger was dat nog wel eens, hè? En wat ik dus, ja. wat ik dus heb als ik dus weer in het wild op een, op een loesje-poster uh, stuit, toch altijd even dat warme linkse gevoel. Ja, hè? En dat is heel raar. En soms vind ik die teksten echt niet zo goed, en soms wel. En soms denk ik ook van, oh, oh. maar ik denk toch altijd, ach ja. Dat Mooi. is ook een beetje omdat jij eigenlijk in hart en nieren toch een soort Arnhemmer bent. Ja. Slash Nijmegenaar. Ik zou echt prima in een kraakpan... Nou ja, daar zou ik natuurlijk de hele dag passive-aggressive en heel rondlopen, maar... Ja. Want ik ben ook gewoon een soort van comfortabele bitch from hell. Heel erg goud Maar. spulletjes. Nou, dat valt er wel mee. Ik, ben, ik, ik heb wel een, een, een liefde. Ik vind je in Arnhem. Ja. Uh, ja, ja, Nijmegen. Moskou aan de Maas. Nijmegen. Moskou aan de Maas. Ja. Ja, het is ook allemaal in Arnhem opgericht. Hè, deze ja. hele Loesje-beweging. Ik vind het heel sympathiek en ik, fijn. Loesje is mijn goe. Dank je wel, Loesje. Ja. Ik vind meer leuk dan ik like.